Is het nou een tandenborstel, een lampje en ik herken het niet meteen. Een aansteker. Ja, dat is een hele chique. Dat is voor vaccinelichtjes, kaarsen, al dat soort dingen. Gashaard aanmaakklopjes voor de barbecue. Goedemiddag Jan Schelvorst. Goedemiddag. Hoe is het ermee? Uitstekend. Nou, hier in Middelburg ben ik als ondernemer bezig sinds 1979. Toen ben ik weer binnengekomen bij Bruinzeel Keukens als filiaalhouder. Oké. Daarvoor heb ik een aantal jaren hier in Vlissingen gewerkt bij de Miro. Destijds de hypermarkt op de non-food afdeling. Daar was ik een afdelingschef. En op een gegeven moment ben ik dus naar Bruinzeel toegegaan. Daar ben ik een aantal jaren filiaalhouder geweest. 2 jaar. Daarna ben ik samen met een aannemer hier uit Middelburg een keukencentrum begonnen. En waar was dat? Dat was aan de Ramsburg, keukencentrum Ramsburg. Samen met aannemingsbedrijf Geschieren Wattel. Oké. Dus daar ben ik dus uiteindelijk voor hun als directeur in dienst gekomen als keukenman. En die strijd er ook na een paar jaar van, we stoppen ermee. En toen hebben wij besloten om eind 82 maar voor onszelf te beginnen. Toen hebben we een pand gehuurd aan de Korte Geren. Oh ja, is dat daar begonnen? Daar zijn wij begonnen voor onszelf. In het pand zit nu tegenwoordig Schoneberg, gehoortoestellen. Oh ja, dan weet ik precies welke tijd. Dat was onze showroom. En dat was toen net gebouwd, denk ik, dat pand. Dat was toen nog vrij nieuw, want er had nog nooit iets ingezeten. Nee. En in 1987, begin 88, liep ik tegen het pand aan de Loskade. Prachtig waar de Technische Unie zat. En die gingen verhuizen. En het pand werd te koop aangeboden. En daar heb ik toen dankbaar gebruik van gemaakt, pand gekocht, een mooie grote showroom, 400 vierkante meter showroom, 100 vierkante meter magazijn erbij en we konden daarboven wonen. Nou, mooier konden we het niet hebben. Dus dat hebben we daar volgehouden tot eind 2009, want toen was de markt dermate slecht geworden dat wij moesten besluiten om dat pand, om daar met onze winkel te stoppen. Maar ja. Je bent nog jong en er is niemand die onze broek ophoudt. Dus we moesten onmiddellijk besluiten wat anders te gaan doen. En dat is geresulteerd dat wij dus in 2010 deze kookwinkel hier hebben geopend om in ons eigen onderhoud te voorzien. Sloot leuk aan op natuurlijk wat je al die jaren hebt gedaan. Keukens verkopen. Dus wij hebben keukenkastjes verkocht en toen dachten we, nou dan gaan we de inhoud verkopen. Dus behalve potten en pannen is het allerlei soorten accessoires die we erbij konden vinden. Hebben we ook opgenomen in het assortiment. Maar ja, wij worden intussen ook een beetje ouder. Ik ben intussen 70, dus het wordt tijd dat ik eens een keer er een streep onder zet. Ja, nou dat moment dat komt er nu dus aan eigenlijk. Dat moment dat komt er nu inderdaad aan. Ja, en per wanneer gaat deze zaak dan sluiten? De bedoeling is dat wij 31 december de tent sluiten. Oké. Het kan zijn dat we nog een aantal wekentjes doordraaien, want ons huurcontract loopt tot en met 31 januari. Maar ik moet ook alles afbreken en afvoeren en in de container gooien. Dus er komt nog een berg werk aan. De uitverkoop begint dan waarschijnlijk ook binnenkort? Volgende week, over anderhalve week beginnen wij met de uitverkoop. Oké, dat is helemaal duidelijk. Zijn er nog winkels die dat verkopen? Nee, als wij stoppen, dan is er geen opvolging in dit soort bedrijven. Maar waar zou jij mensen dan nu naartoe sturen? Want ja, de blokken, met alle respect voor de Casa's en Blokkers van de wereld, is toch andere takken? Ja, dat is een andere tak, ja. Kijk, je hebt natuurlijk ook nog een winkel als Dille en Camille, maar dat is ook met wat minder dure spul eigenlijk. Ja, en ja, die hebben natuurlijk ook van boeken tot... Ja. Maar die komt inderdaad misschien wel het meest in de buurt. Wat is nou jouw favoriete product in al die jaren? Wat verkocht jij nou het liefst aan mensen? Als je het nou zo even spontaan had, zou moeten kiezen. Kokkenpannen. Oh ja? Waarom? Ja, omdat ik dol ben op een goede koekenpan zonder teval of teflon en je kan de klanten adviseren om een goede pan te kopen die makkelijk schoon te houden is en die jaren meegaat. Hey, maar hoe voel jij je bij dit? Want hij heeft net uitgelegd hoe lang jullie al bezig zijn, vanaf 79 en al 45 jaar getrouwd. En nog steeds gelukkig samen. Ook echt meteen alles. Ja, maar ik vraag ook altijd alles. Hey, maar wat zijn jouw gevoelens bij deze, ja, bij dit afscheid van de winkel eigenlijk? Hoe kijk je dat tegenaan? Heel erg jammer. Ja. Maar
je moet op een gegeven ogenblik ophouden. Ja, ja. Kan niet anders. Jan die wordt 70, heel binnenkort. Ja. Enige zelfreflectie is toch aan de orde dan. En jullie blijven in Zeeland, begreep ik. Dat is, dus jullie hebben het hier wel mee zin. Maar waar kom jij oorspronkelijk vandaan? Dat is geen Almelo, denk ik, of wel? Winterswijk. Oké. Okay. Ja, ja, dat is bar lang geleden, hoor. Ja, ja. Daar kan ik niks meer van horen. Dus jij voelt jezelf ook echt wel een beetje Zeeuws nu? Helemaal. Ja. Maar ja. Dat kan ook niet anders. 45 jaar hier. Ja. En ik vind het hier heerlijk. Het meubilair van de winkel, daar zou je nog wel graag iemand voor. Daarna hou je dus over al die pekborden en kasten en dingen. En daar weten we eigenlijk niet zo goed waar we daarmee naartoe moeten. Maar hoe, want is dat, willen jullie dat verkopen als één partij? Of mag iemand die bijvoorbeeld een winkel wil beginnen in Middelburg, die zegt van nou, ik kan twee kasten wel gebruiken? Zijn... Als iemand interesse heeft, dan mag hij vanaf de tweede, derde week januari, mag hij het spul hier meehelpen komen afbreken en afvoeren. Dat er wel, oké. Okay. Als er iemand is die zich aandient, het mag voor het bedrag van 100 euro. Oké. Okay. Dan moet hij van tevoren betalen, want anders zegt hij straks van ik kom niet. Ook op ons bord gezet, buiten, functioneel en flauwekul. En toch trekt dat mensen. En die komen dan van hol, even de flauwekul kijken. Maar wat is nou het flauwekulligste product wat jullie hebben? Dat je denkt van nou, dat is een beetje een gek item eigenlijk. De aardbei ontkronen. Echt waar? Ja, en waar is die? Is die in de buurt? We hebben nu de tomaten ontkronen. Maar die heeft niemand nodig. Waar komt u vandaan dan? Uit de achtergrond. Ja, maar voor dan. Ja, voor dan. Kort.